heb jij een mooi petje op, schat. Dat is een veiligheidspetje. Is dat zo? Ja, veiligheid. Hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer namelijk heerlijk vrijdag 18 maart 2022. Wil je het ook zeggen, Wefie? En het is nu al 3:05. Ik weet het. Ik stop de vlog wat later. Maar ja, ik kon vannacht even niet slapen. Maar ja... Roos is nu met de 3 honden aan het lopen. Ik weet niet hoe die aan het lopen is, maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk gewoon via de normale gang van zaken. Ik weet het niet, maar wij wensen jullie wel zeker vandaag weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat heb jij een mooi petje op, schat? Dat is een veiligheidspetje. Is dat zo? Ja, veiligheid. Tot over de klep. Hè? Huh? Tot over de klep. Ja. Dan moet je klep houden. Wat? In je klep houden, ja? Ja, precies dat. Ja. Nee, maar op dit moment is het dus namelijk zo dat je dus in de winkels, tegenwoordig, vandaag, sinds vandaag, maar 1 zonnebloem of frituurolie mag meenemen. Ja. Maar 1. Je zal maar een heel groot gezin hebben. Dan, en dan kom je dat niet aan, zeg maar. En dan kun je dus elke dag opnieuw. Maar dat mag, hè? Nee, maar dat mag dus niet. Oh, sorry, auto. Hartstikke mooi. Dus, en 1 fles is dus nu al gewoon €2,50. Voor een litertje. En voor 1 liter, nou dat was eerst iets van 80 cent of zo. Nee. Zit er flink aan te verdienen. Fijn. Jeetje, mina. Waar wil je heen? Hier naar de afweer of hoog? Naar de afweer. Nou, dan hoef ik hem niet op. Dag. Nee hoor. Officieel moet het wel, mensen, maar nu doe ik hem even niet op. Ja, dag, ik vind het goed. Ja. Ja, rijden maar met die Volvo. Je kan er makkelijk langs, joh. Omdat die ram er zo dicht. Jeetje, Mina, kom op. Mensen die kunnen soms gewoon niet meer rijden, maar ja, ik mag ook officieel nog niet rijden. Ja, helemaal goud, hier, helemaal goed. Of je kan hem ook daar neerzetten. Nee, vind je leuker? Ja. En daar is de Appie Heijn, hè? Ja, daar is het. Oh, wow. En boemen zo, hè? Dan kan ik dus nou ook en ook niet eens boodschappen halen en voor ons schuin onder, buurvrouwtje. Nee, je moet zelf persoonlijk mee. Nou, het slaat nergens op dit hoor, echt. Handig. Dus, want, ja, mijn buurvrouwtje die moet ook frituurolie hebben, het liefst 3 liter. Maar ja, alles is op dit moment op, dat komt door, dat weten we allemaal. Ik ga het niet vermelden, want dat weten we. Wat doe jij nou net? Huh? Met die tas? Huh? Oh nee, maar het leek net voor je gezicht. Ja, precies dat. Dus ja, pak jij maar een karretje, schat, helemaal goed. Dus nee, dat zeg ik. Het is 1 grote drama op dit moment. Dus we gaan het even hier bekijken en meemaken. Dus even kijken hoe duur het hier is. Handig. En Roos wil lekker bezig met Lintje. Is ook handig. Kijk, daar komt hij alweer aan. Naar 8. Oh, wow. Kijk je uit voor het zakje? Of voor het tasje? Doorlopen. En snel. Doorlopen en snel. Kom.
Hup, 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 hup. Even wachten. Ja, heel rustig aan. Helemaal goed. Heel rustig aan en voor die mevrouw. Top, helemaal goud. Oh, lekker warm hier. Lekker. Ga jij dat maar even weggooien. 99 cent per pak. Eeuw. Schat, wat doe je nou? Niet doen. Dat meen ik. Als je dat echt serieus had gedaan en dan had je ergens een stoot gehad, dan had je vanavond er niet kunnen werken. Nou, dan gaat hij het even schoonmaken. Ja, ik ben dus nu even aan het wachten op Ro. Want die heeft dus al frituurolie voor mijn buurvrouwtje kunnen halen. Het is wel wat even iets duurder diamant, maar dan heeft ze het wel. Nou ja, en alles was hier bij de Appie Heijn op. Slaat echt gewoon werkelijk nergens op. Hoe mensen zich nu aan het hamsteren zijn om... Ik snap het wel, maar ik snap het ook eigenlijk weer niet. Maar ja. Dat ben ik. Ja. Dus ja. Rodi komt er al aangelopen. Even kijken of hij mij kan zien. Even dukken. Oh, hij ziet me al. Want ja, ik heb dus namelijk de kofferbak open. Dus dat is de enigste die nu op dit moment open staat in deze hele rij. Dus dat is ook even iets makkelijker zoeken. En Rodi parkeert hem echt gewoon zo ver mogelijk achter. Want ik moest net echt gewoon zoeken, hè, van waar staat onze auto dan? Maar ja, en we parkeren hier ook eigenlijk nooit aan deze kant. Dus altijd aan die andere kant. En Ro die moet ook nog zo slapen, want die moet werken vannacht. Hi schat. Was ze bijzonder aardig? Ja, ik heb niet meer dan een liter kopen. Maar... Hoe dan? Wat zei je nou? Nee, niet bijna dan een liter krijgen. Ja, dus? Zei ze dat? Natuurlijk niet. Oh, vent! Alsof dat ter plekke 2 liter eruit gaan. Ja, maar dat is toch ook handig? Ja, weet ik dan niet. Maar het is wel gelukt dus. Ja. Het is wel duur, maar... Ja, maar dan heeft ze het wel. Als het nodig heeft. Zo. Nee, er rijdt aan die kant niks. Rustig. Hoor. Ja. Haaien tandjes. Draaien. Stop. Ja, dat is helemaal goed. Je mag eigenlijk niet over de streep heen rijden. Het is een doorgetrokken streep. Je mag parkeren, hè? Maar wel door. Dan wel, maar je mag er niet overheen rijden. Mij wel. Lekkertje. Hè? Lekkertje. Ach, gadverdamme man. Mafkees. Zo, wij gaan op naar... Huis. Oké. Okay. Denk ik wel. Ja, lijkt me heel... Uiteindelijk wel. Hè? Uiteindelijk wel. Ja, maar je wil ook nog slapen, dus... Even rust, ja. Ja, rusten, slapen, pitten. Dat weet ik niet. 1, 3, 2, 1. Zo, oh. Hey. Het was met jou vandaag. Het is handig, toch? Ja. Wil je nog wat tegen de kijkers vertellen? Of niet? Ja, een mooi petje. De bed. Speciale editie. Ja. Kledinguitrusting.nl te krijgen. Tegenbetaling, ja. Uiteraard. Ja, je mag dat zo? Oké. Dan krijg je wat geld. Dan mag je het petje meenemen. Mm-hmm. Dat is handig. Ja. Natuurlijk. Ja, Ro en Ro die heeft zich eventjes zelf gekitteld. Zelf
ja, eventjes men nemen, zo noemen ze dat, als je zelf een beetje aan het verwennen bent met spullen, dat, en dat noemen ze ook kietelen. Ja, ik wilde al heel lang een petje hebben, al jaren. Ja, en ik loop lekker. Nee, deze kant, schatjes. Kom maar, goed zo, keurig. Kijk, daarom heb ik ze ook aan de lijn, want anders gaan ze achter Roan rennen. Dat is niet echt helemaal conform der specificatie, jongens. Nee, gaan we niet doen. Nee. De baas die gaat nu eerst naar huis, gaat hij slapen. Ja. Eerst even slapen. Ja, echt wel. Ja, leed rustig, hè. Los. Goed zo. Heb je haast? Hey. Rustig eens even, dames. Oh, daar. Denk al. Leed, ga er eens vanaf. Kom. Goed zo, meisje. Hé, hey, lekker ding. Kom, lopen. Kom maar, Leed. Go. Oh, welke lekker ding ook, hè. Doe nou eens even rustig. Allebei. Kom, helpen. Dames, kijk eens. Dames, kijk. Cookie. Nee? Loffie, kijk, Cookie. Wat is het dan, meisje? Wat is het dan, schat? Vertel het eens dan. Heb je zoveel te vertellen dan? Lady. Wat is het dan?
Nee? En nou niet meer te vertellen? Ben jij stil in één keer? Nou, zeg! Wat is er dan? Lady! Wat is er dan? Ga je niet meer praten tegen mij? Nee! Ga jij niet meer praten tegen mij dan? Ga jij niet praten? Oh, is dat zo, schat? Sinds wanneer? Sinds wanneer? Nou ja. Ja, ja, jawel, jawel, je ziet het, ik zit op bed. Ja, wat zou dat betekenen? Dat ik dus lekker ga slapen en dat ik deze vlog lekker ga afsluiten samen weer met jullie. Dus, vind jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier, doe het belletje, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. En laat eventjes een duimpje achter. En laat ook gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!